Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Kirsten van Monkey Moves. en vandaag ga ik het hebben over of het belangrijk is om een les te volgen of dat je ook lekker kan klimmen en klauteren in het bos. Van waar deze podcast? Nou, als eerste krijgen we regelmatig de vraag of georganiseerd bewegen met jonge kinderen nou eigenlijk wel echt belangrijk is. Kinderen leren toch ook wel zonder beweeglessen springen, huppelen, klimmen en klauteren? Ja, natuurlijk leren kinderen een hele hoop vanzelf. Dat, die mening hebben wij ook. De meeste kinderen hebben van nature een drang om te bewegen, om nieuwe dingen te leren en om een hele hoop te ontdekken. Daarom vinden wij het bij Monkey Moose ook zo belangrijk dat kinderen de handvaten en uitdagingen krijgen, waarbij ze hun ontdekkingstocht en daarbij hun zelfvertrouwen nog meer kunnen uitbreiden. We zien het een beetje zo. Vrijwel ieder kind volgt onderwijs. Je wilt immers dat je kind leert rekenen, schrijven, zich creatief ontwikkelt. Maar leert je kind niet uiteindelijk altijd rekenen en stuur je je kind ondanks dat toch naar school? Je wilt dat je kind ermee kan oefenen in een veilige omgeving met een professional die weet hoe hij jouw kind het beste kan ondersteunen. Of misschien gaat het jouw kind thuis juist allemaal super makkelijk af en wil je dat het wat extra uitdaging kan gebruiken. Ook dan weet de professional raad. Zorg dat kinderen plezier hebben. Als ze iets leuk vinden, dan zijn ze vaak niet meer te stoppen. En dat is hetgeen waar je op een handige manier gebruik van kan maken. Want het biedt de mogelijkheid ze nieuwe vaardigheden aan te leren en ze nieuwe uitdagingen te bieden. Een succeservaring geeft een gigantische dosis zelfvertrouwen. En hé, hey, dat is even mooi meegenomen, want iedere ouder gunst een apenkop toch die dosis zelfvertrouwen. Maar dat zelfvertrouwen wordt natuurlijk nog meer vergroot als het in een veilige omgeving gebeurt. Een plek waarin het oké okay is om fouten te maken en waarin je de kans krijgt om het nog een keer te proberen. Met een goede docent die het beste uit iedere apenkop weet te halen. Elke apenkop moet zijn eigen tempo kunnen volgen en zelf beslissen of het iets wel of niet wil proberen. Maar zeg nou zelf, als jij overal in je heen graven, klimmen en trucjes gedaan worden, dan wil je dat toch eigenlijk ook? En natuurlijk zijn er van die eigen grijde schattige apenkopjes die zich daar niet van aantrekken. Maar zelfs dan zien we vaak dat ze de verleiding niet kunnen weerstaan om het uiteindelijk toch zelf ook te proberen. Maar goed, ik zie je denken: ik kan toch ook naar het bos gaan om mijn apenkop lekker te laten uitrazen. Als eerste super fijn dat je je kinderen meeneemt naar het bos. Want dat vinden wij echt hele goede uitjes. In het bos is een super mooie omgeving, frisse lucht. Dat is echt heel goed. Maar wat is dan het verschil tussen een georganiseerde sportles en gewoon even uitrazen in het bos? Laten we beginnen met een goede docent voor de groep. Die kijkt naar jouw kind en ziet wat het nodig heeft. Kan het wat extra uitdaging gebruiken of moet het juist een tempotje lager? Wordt er de juiste feedback gegeven, zodat kinderen weten hoe ze vooruit kunnen? Maar ook is het belangrijk dat er feedback in het kader van de growth mindset wordt gegeven. We hopen dat we in ieder kind kunnen laten geloven dat het kunnen niet aangeboren is, maar aangeleerd. Nature versus nurture. De docent doet tijdens de warming-up ook allerlei grappige en leuke bewegingen voor. Dat brengt veel apenkoppies op goede ideeën. Om dat op veel meer plekken te doen dan alleen tijdens de gymles uit te proberen. En dan heb je natuurlijk die veilige omgeving. Overal matjes op de vloer en parcoursjes waar je u tegen zegt. En we zien vaak papa's die het ook niet kunnen laten om heel even aan het wandtrek te gaan hangen. Het nodigt uit eens te proberen wat je daar gewoon allemaal op kan. En dan krijg je ook nog iedere les specifieke leuke oefeningen aangeboden, waarbij je al van jongs af aan kennis kan maken met de verschillende sporten. Ballen blijken altijd een magisch effect te hebben op vrijwel ieder kind. En ook op heel veel papa's. En ballen nodigen ook uit om de meest gave trucjes mee te proberen. En dan heb je nog het spiegeleffect. Kinderen van welke leeftijd dan ook vinden andere kinderen super interessant. Als de ene kaperkop op iets bedenkt, dan doet binnen no time de hele jungle mee. Superleuk, want zo leren ze elkaar kennen. Uh, ze durven grenzen te, te verleggen en ze leren een hoop van elkaar. Maar oké, okay, soms zitten er ook hele slechte ideeën tussen, die vaak eerlijk gezegd best wel hilarisch zijn. Zo heb ik eens tien kinderen in mijn les gehad die zich allemaal inbeelden dat ze inktvissen waren. Ze konden alleen nog maar onderwatertaal spreken en zich over de grond voorbewegen. Daar ging mijn goed voorbereide les dus. Maar over het algemeen zie je meestal dat kinderen, en dan zeker jonge kinderen, zich juist op sociaal vlak ontwikkelen door, de bewegen in, door te bewegen in een groep. Kinderen nemen hetgeen wat ze geleerd hebben mee naar andere situaties en weten de bewegingen hier toe te passen, zodat ze hun eigen lichaam hebben leren kennen en weten wat hun lichaam kan. Naar aanleiding van het schrijven van deze blog sprak ik ook een vader die pas twee keer met zijn zoontje naar de les was geweest. Hij vertelde vol trots dat zijn zoontje tijdens een boswandeling opeens hele andere dingen deed dan hij normaal probeerde. Hij durfde over een omgevallen boomstam te lopen, sprong van tak naar tak. En hij was duidelijk op het idee gekomen om meer te gaan proberen en zijn creatieve kinderbreintje zag in dit bos allerlei prachtige obstakels. Wil je ook eens weten wat jouw kindje allemaal kan? Kijk dan eens het filmpje wat bij deze blog zit. Deze apenkop probeert van alles en nog wat uit in het bos. <coughs> Wil je het ook eens proberen? Kom gewoon lekker een les meedoen en neem daarna je kind mee naar het bos. Dan zul je zien dat hij heel veel geleerd heeft.